Hallo en welkom in de derde video. Uh, we zijn ondertussen de half gepasseerd, want op dit moment heb ik vijf video's voor jullie klaargestoomd, uh, gemaakt. Um, maar dus het, uh, wat ik gisteren vertelde was dat het mysterie van tweelingvlammen eigenlijk ook verbonden is aan het mysterie van de universele vlammen. En zoals je eerder al kon horen of bekijken, um, zijn tweelingvlammen eerst op andere planeten geïncarneerd. En dat maakt dat wij sterrenzaden zijn, sterrenzielen, dat wij een sterrenfamilie hebben. Maar daarvoor kozen de zielen ervoor om zich te verbinden met één of meerdere universele vlammen. En daarom is het ook belangrijk dat je dat weet. Elke universele vlam is verbonden met een opgestegen meester, is verbonden met aardsengelen, is verbonden met engelen, is verbonden met kristallen, is verbonden met voedsel, met kleuren, muzieknoten, gidsen, zielen. Echt alles wat je kan zien, wat je kan aanraken, wat er gewoon hier is. Zelfs uh, emoties zou je er zelfs mee kunnen verbinden. Uh, eigenschappen zoals moed, zelfzekerheid, vertrouwen en zo meer, die kan je verbinden met een universele vlam. En dat maakt dus dat elke vlam zijn eigen unieke frequentie heeft, net zoals elke ziel zijn eigen unieke frequentie heeft. En dat maakt hij dat je soms al horen over Blu-ray twins, Violet-ray twins, Golden-ray twins. Ik zeg het in het Engels omdat dat de meest gebruikte termen zijn. Um, en dat zijn ook de meest bekende dat ik nu opgezomd heb. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer kleuren en nog veel meer tweelingblammen. En ook dat is weer geen feit, omdat er ook een evolutie in zit. Dus ook daar zet u in eerste instantie niet vast. Maar je zou het kunnen vergelijken met een horoscoop. Um, als ziel ben je geboren onder een bepaald zonneteken, wat één van de twaalf dierenriemtekens is. En dat zijn eigenlijk energetische poorten die om de aarde heen cirkelen. En afhankelijk van wanneer je geboren bent, ga je één van die poorten gekozen hebben om eigenlijk naar de aarde te komen, dus om, om te incarneren. Maar die poorten zijn verbonden met planeten, en dus met die eigenschappen van die planeten, en dus met de eigenschappen van die energie. Met andere woorden, die vlammen. En waarom? Dat is eigenlijk om jou behulpzaam te zijn in deze incarnatie. Waarom heb je bepaalde persoonlijkheid? Waarom heb je bepaald uiterlijk? Waarom is jouw haar op die manier? Uh, dat is allemaal omdat het eigenlijk een tool is om de dingen waar je ziel hier welkom komen leren, welkom van die te zijn. Nu tweelingvlammen kiezen natuurlijk net zoals andere zielen ook één van die poorten. Maar zij kiezen niet alleen één van die poorten. Zij kiezen ook een primaire universele vlam waarop dat ze willen incarneren. En waarom zeg ik primair? Omdat ze incarneren daarop, maar ze blijven niet alleen enkel en alleen met die vlam gaan werken natuurlijk. Persoonlijk was dit voor mij de blauwe vlam. Dus ik zou mezelf een Blu-ray Twin Flame kunnen roepen. En dit bepaalde wel het verloop van mijn tweelingpad. Dus de manier waarop ik met mijn tweelingvlam samengekomen ben. Dat bepaalt ook mijn missies en wat ik hier kom doen. Ook die van mijn tweelingvlam. Die zijn bijvoorbeeld meer verbonden met communicatie, met het uh, vertalen van waarheid. Met het omverduwen van een hele huisje, bijvoorbeeld. Maar naarmate dat tweelingvlam evolueert naar eenheid. En dus dat diamanten bewustzijn integreren. Dan worden ze eigenlijk als het ware allemaal golden ray twins. En dat maakt dat zij op dat ogenblik een zuiver kanaal vormen voor energie van de bron, wat dat de diamantenergie is. En dat is dan die onvoorwaardelijke liefde die zij verspreiden over de aarde. Dus je zou kunnen zeggen dat ik ondertussen een Blue ray twin, maar ook een golden ray twin ben. En dat is ook de reden waarom dat tweelingblammen baat hebben bij het leren werken met die universele blammen. Zoals ik in de vorige video gezegd heb, het is niet alleen een heel krachtige en snelle tool om schaduwen en disbalans te transformeren, maar tweelingvlammen zijn ook healers en lichtwerkers. En daardoor zijn zij automatisch ook de bewakers van die vlammen. Zij worden ankerpunten hier op aarde, zodat de andere zielen die geen tweelingvlammen zijn, via hen kunnen aanhaken aan deze helende energie. Dat ze via hen kunnen leren om daarmee te werken. En dat is waarom de aarde ...hard voor hard aan het veranderen is. En niet via oorlogen of opstanden of wat dan ook. De wereld verandert net zoals jij. Van zo binnen naar buiten. Herinner je, je nog? Dat was één van de wetten die ik, uh, waar ik ook al iets over verteld heb. Nu... ...weet dat kwetsbaarheid dat dat een kracht is dat je kan omzetten naar innerlijke kracht. Dat is eigenlijk een innerlijke kracht. En dat is ook hetgeen wat uh, tweelingvlammen weten. Dat is ook de reden waarom dat zij zo uh, terugkeren naar het zo ontotiek mogelijk tonen en zichzelf realiseren. En dus tonen aan de mensheid. En door hun eigen tweelingvlamconnectie wordt hun ziel eigenlijk weer geactiveerd tot zijn hoogste vibratie mogelijk. Met andere woorden, tot zijn blauwdruk. Tot het moment dat hij uit de bron ontstaan is en daar afgesplitst is. En dat zorgt er dus dan voor dat zij in staat zijn die heilige relatie te bouwen. Dat tegelijkertijd een uh, verbinding activeert met die bron. Gaan even rusten. Dus Ik zou zeggen, spoel dan er eventjes terug, want dat is eigenlijk heel belangrijk. Um, en dat maakt dat het de belangrijkste taak van elke tweelingvlam is om in eerste instantie bij zichzelf en dan later naar de buitenwereld. Alle illusies te verwijderen die een waarheid verbergen. Dus eigenlijk alle overtuigingen, alle emoties die ervoor zorgen dat jij nog niet je ware zelf en nog niet voortdurend in elke situatie, in elk moment hoe je authentieke zelf kan tonen, om die illusies last te laten, om die illusies bewust te worden en te transformeren. En daarvoor is het ook belangrijk om met die vlammen te werken. Want dat is, zoals ik al gezegd heb, een heel eenvoudige manier om daardoorheen te gaan. En op die manier. Wanneer jij dan voor die nieuwe waarheid, of voor die waarheid, gaat gaan staan, daarvoor gaat verkondigen, dan wordt die waarheid ook voor iedereen veel meer zichtbaar. En dat is hetgeen we dat tweelingvlammen ook doen. Zij doorbreken patronen, zij duwen die heilige huisjes omver, en ze tonen de enige echte waarheid. Namelijk, de, de, de expansie, de uitbreiding van de enige liefdevolle eenheid op aarde, Dus van enige ware energie, van enige waarheid, en dat is liefde, die hier is. Al de rest zijn illusies. Hoe raar dat, dat ook mag klinken, maar het is zo. Uh, dat, het zijn dingen gecreëerd door onze angsten, gecreëerd door onze schaduw, onze penen en onze wonden, door ooit afgesneden en afgeschenen te zijn van de bron. En dan vergeten van dat we eigenlijk nooit kunnen afgeschenen zijn. Dus dat is het stuk waar dat we aan het leren zijn over dualiteit, dat wij eerst leren en dat we dan uh, op, op onze beurt verder leren aan andere mensen. Wat dat betekent hier als mens, als je energie, incarneren als in een mens. Lessen leren en wat dat we nu te doen hebben om uit die cirkel en die cyclussen die, die, die altijd maar voortdurende cyclussen van de incarnatie, zelf, om daar gaan uit te stappen. En daarvoor is die eenheid belangrijk: Is dat eenheidsbewustzijn, dat Christusbewustzijn, dat diamantenbewustzijn. Dat is hetgeen wat we gaan, uh, gaan allemaal massa moeten uh, integreren. En wanneer dat we vanuit dat hogere bewustzijn gaan, gaan, uh, uh, gaan leven, dan ga je ook zien dat de wereld sowieso weer verandert. En dat maakt dat tweelingblammen eigenlijk leraren zijn in het brengen van nieuwe niveaus van liefde. Maar zowel op emotioneel vlak, op fysiek vlak, mentaal vlak, energetisch niveau. Echt alles. Het totale plaatje. En ze tonen, dus tweelingblammen tonen, dat de wereld, eh, tonen eigenlijk aan de wereld liever, dat die ware onvoorwaardelijke liefde, dat die ook onbegrensd is. Het gaat voorbij cultuur, het gaat voorbij leeftijd, het gaat voorbij rassen, het gaat zelfs voorbij afstanden in de kilometers. Het overstijgt het fysieke en het brengt voortdurend het, het belangrijkste naar voren, namelijk het hart en de energie. En um, dat is eigenlijk, en ik zou deze video daarmee willen afronden voor vandaag, maar dat is eigenlijk zoals mijn tweede laatst nog zei, ware liefde, is hij dat ervaren? dat weet je ook dat, liefde, dat ware liefde gaat over het hart en de energie. En nooit over de woorden dat je spreekt, nooit over het fysieke contact, nooit over de materiële geschenken. Maar hoe dat je in die energie bent. Hoe dat je met je volledige open hart in die connectie zit. Uh, en dat is hetgeen wat je zeker als een tweelingvlam gaat gaan leren. Waar je het eigenlijk helemaal afgebroken wordt tot en met de grond. Om echt volledig je hart weer te gaan openen. Om echt weer vanuit je authentieke zelf je hart volledig open te zetten. Wetende dat wanneer hij je hart volledig geeft aan de ander, dat hij, hij of zij het volledig kan uh, afbreken en jou op het diepste niveau kan kwetsen. Maar tegelijkertijd is er ook een heel diep vertrouwen, dat we mogen leren, weer opnieuw mogen leren, dat die ander net op dezelfde manier in die connectie zit en even zorgzaam met ons hart omgaat als wij met hun hart. En dan ga je merken, wanneer je inderdaad je hart volledig opent, en ik moet zeggen, ik dacht dat mijn hart open was, maar helaas was het niet. Um, uh, uh, en ook daar zie je dat, dat, dat uh, het openen van je hart ook in lagen gaat. Het is niet van, de dag op, van vandaag op morgen, poef, open, en nee. Want um, dan zou je um, veel te overweldigend zijn, en dat is het hetgeen wat ik uh, in, a, in een andere video... Ook wel over nog eens over wilt hebben, maar het moment dat je die onvoorwaardelijke liefde toelaat en die eenheid ervaart, brengt dat automatisch door het feit dat we nog in die dualiteit leven, automatisch weer meer die angsten naar boven. Angst voor gescheidenheid, die illusies rond ons gescheiden zijn. En dat zijn de dingen dat je leert doorheen het proces van een tweelingblam, om dat op een andere manier te gaan bekijken. Om het vanuit een hogere geheel te gaan bekijken. En niet alleen in je tweelingblam connectie, maar eigenlijk het leven compleet. Zo. Um, in de volgende video ga ik daar een stukje dieper op in over het overstijgen in het fysieke. Um, en vertel ik je nog uh, meer waarom dat, dat ook te maken heeft met de manier waarop dat de uh, connectie is ontstaan. Zo, dat was het voor vandaag. Tot de volgende!